Nou, dat was toen. Dat was toen. We hebben net even met de politie gesproken. Zij willen ook heel graag dat het een succes wordt. Ja, en ja. Helaas snappen jullie dat zij graag willen dat wij allemaal afstand houden. Voor wat? Jullie snappen ook allemaal dat wij dat jullie niet gaan opleggen, dat wij jullie dat gaan, niet gaan dwingen. Maar wat ik jullie wel wil vragen is, Miranda heeft dit georganiseerd. Jullie weten allemaal dat Miranda al wat problemen heeft, zeg maar, hè, met de politie. En zij is wel degene die er uiteindelijk, als de regels niet gehandhaafd worden hier, de consequenties moet dragen. En ik denk dat jullie, ik wil dat niet. En ik denk dat jullie dat ook allemaal niet willen. Dus ik wil jullie toch vragen, niet voor de politie, niet voor de overheid, niet voor stomme regeltjes, maar uit solidariteit en respect naar Miranda, om toch die afstand voor dit uurtje eventjes in acht te nemen, zodat het allemaal even door kan gaan, dat Miranda verhaal kan doen, dat we in ieder geval allemaal elkaar weer gezien hebben, in de ogen hebben kunnen kijken, te weten wie we van elkaar wie we zijn, en dat we toch eventjes een mooie middag hebben. Nou, en dat is wat ik wil zeggen, en is er iets, dan kom dan naar me toe, dan komt het allemaal goed. Wat ik tegen jullie wil zeggen, ik heb deze middag hier georganiseerd omdat ik wil laten zien dat in Hellevoetsluis veel mensen zien wat er gebeurt in Nederland. Ik wil jullie laten zien dat wij niet alleen zijn en dat we met veel meer mensen hier zijn dan wij vaak denken. Wij voelen ons heel vaak alleen, wij worden weggezet in de media als complotgekkies, als mensen die egoïstisch zouden zijn. Maar dat zijn wij niet. Wij maken ons namelijk zorgen om al die verborgen slachtoffers van die bizarre, draconische, onmenselijke en zelfs asociale maatregelen. Ik wil hier met elkaar kunnen verbinden, want die verbinding die hebben wij nodig met elkaar voor de toekomstige periode waar we ingaan. Het zal er zeker niet makkelijker op worden, maar het helpt als je weet dat je niet alleen bent. Dat er veel meer mensen zijn die denken zoals ons. Dat is waarom wij hier staan. Ik weet dat in Hellevoet heel veel mensen wakker zijn. Nou, het is, om het maar even heel simpel te zeggen, klote weer. Maar jullie staan hier allemaal wel. Dat betekent dat op het moment dat iemand een ander nodig heeft, dat zij er ook voor je zullen staan. En daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Dat jullie dus hier in Hellevoet met deze wind en regen staan om een statement te maken dat wat er nu gebeurt in Nederland, dat het onmenselijk is en dat er meer mensen zijn die daar tegenop staan. Dus dank jullie wel daarvoor. Ook helemaal niet meer voor een gesprek over veel. Burgers met kritische vragen worden weggezet, worden opgepakt. En daar zou ik graag een debat van willen hebben. Zo heb ik dus ook de gemeente hiervoor uitgenodigd. Eerder bij een demonstratie hier had de VVD commentaar op onze demonstratie. Dus ik heb de VVD uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, zodat ze ook een tegengeluid kunnen geven. Maar zij willen niet met ons in gesprek hierover. Dus het wordt van één kant opgelegd, maar we krijgen van de andere kant helemaal niet de kans om gehoord te worden. Dat is waarom we hier staan. Ik ben begonnen met schrijven, omdat ik gewoon vragen had en zag dat er iets niet klopte. En toen kwamen er steeds meer mensen die daarop reageerden, die met hetzelfde gevoel zaten. En uiteindelijk is dat steeds verder gegaan. Dat ik voor het eerst ging demonstreren was op 21 juni op het Malieveld. En daar zag ik ook hoe dat politiegeweld werd ingezet tegen onschuldige, vreedzame burgers. En toen wist ik zeker dat er echt iets niet klopte. Zie je Jan ook op de film staan? Wil je op de film? Ja! Zullen we even terugkijken? Kijk, is jong geleerd, hè? Ja. Mia vond het best spannend. Ja, vond je het spannend? Wat vond je er spannend aan? Mia dacht dat er heel veel politie om ons heen zou staan, hè? Ja, maar gelukkig niet, hè? Nee, in Hellevoetsluis komt de politie niet. Komt ze niet op de politie? Ja. Dus dat scheelt weer. Mooi. Geweldig. Ja, in Hellevoetsluis komt de politie nog steeds niet. Handhaving was er net. Waarbij werd opgeroepen natuurlijk om de
afstand houden. Nou ja, met deze wind. Maar we zijn hier niet zo'n hele grote gemeente. Maar toch een heleboel mensen die ondanks dit echt klote weer, toch hier gewoon vandaag staan. En fotograaf is ook weer aanwezig. Ja, ik blijf daar echt, ik blijf me daar gewoon over verbazen. En dat is ook waarom ik wel gewoon toch op regelmatige basis mensen uit onze gemeente bij elkaar zou willen brengen. En zijn we hier ook mensen met paardenparaplu's. Kinderen zijn erbij. Wil je even je tong uitsteken voor de camera? Oeh, nou wordt ze weer leeg. Knuffelen met oma, hè? Ja, precies. Ja, kun je je voorstellen dat dat gewoon niet meer mag en dat ze daar gewoon gevangenisstraf op willen zetten? Dat is toch gewoon echt te gek, hè? Dat is gewoon echt te gek. Waar wij hiervoor staan, mensen, om gewoon te laten zien. Wij zijn allemaal niet zo raar. Ik bedoel, Oké, Kimberly met de Minion paraplu. Ja, die is misschien wel een beetje raar, maar wij zijn... Ja, mijn paraplu is kapot gemaakt, dus sorry. Je hebt een hele mooie, je blijft in ieder geval droog. Ja, en, boos wel, maar de rest niet hoor. Nee. Maar je ziet het, dit zijn gewoon allemaal normale hellevoeters. Normale mensen die hier gewoon staan. Niks, geen doorgesnoven hooligans. Voor mij is dit op dit moment een heel belangrijk onderdeel van verbinding. Want dit is gewoon echt nodig. We lopen buiten met een mondkapje in de regen. En een mondkapje wat nat is, dat werkt al helemaal niet meer. Dus sowieso werkt een niet-werkend mondkapje niet, hè? Ik denk dat het... dan gaan alle paraplu's iedere keer... Het is wel ook echt een gerarde verbinding. Dat is waar we hiervoor staan, hè? En,